zomer gaat toch gaan spelen. Ja. In theorie. Ja, maar als we voorbereid zijn. Goeie spelers spelen wel zo'n werk hoor. Ik zou even gewoon aanvragen. Ja, ik wil. Ja, maar ik moet het gewoon even Limburg. Ja. Die gaan wel spelen. Hey. Nee, we zitten dezelfde trainer. Kijk, wij zitten NS Sprinter richting Soeren. En dan zit Anton ook, Ralf ook op NS Sprinter richting Soeren. Dus ook dood. Ik hou je gewoon met elkaar ook op een beetje verder. Oh, wow. Ja. Nee, je denkt goed gewoon Anton. Maar dat is ook een soort van met jouw minister en jouw naam. Ik weet niet, het is wel zo'n naam. Oké, au. Nee, het is niet persoonlijk. Au. Mag ik zelfs zeggen? Ik weet het. Zij is ja, ze is gewoon pessimist. Ja. Mag wel hoor. Ik mag me dus ook wel eens van. Ik zeg pessimistisch van. Die mag ik ook wel. Mag je louder wel dan, hè? Haar achterkant op de grond op Anton. Echt? Ja, haar achterkant op de grond was jouw hoofd voor echt 10 dagen. Kijk, ik heb avond, maar avond is anders. Ik ken dat toch niet persoonlijk. Oh, stop. We kennen is er nog steeds? Gisteren ben ik niet stil, dat mag niet. Nee, dat is mijn been. Jongen, vergeet het. Ja, ik heb ook weer. Nee, maar dat had ik ook een lange tijd hoor. Fucking ik heb meer dan mezelf op de achtergrond. Ja. Ik heb jouw horizon vervuiling. Oh, shit. Laat het met rust, oké. Ah, Ariadne, joh. Kan ik niet goed bij mij, denk ik. Ik ook. Weet je wie komt hier? Meer dan Susan. Ik weet nou ook niet met wie moet spelen. Nee, het is ook een beetje de LGBT. Wie is Jurre? Oh, Jurre is de zomerkeerste. Goedemorgen, wedstrijd. Dit is het volgende station is Rotterdam Alexander. Station Rotterdam Alexander. Maar Mandy komt ook. Ja, Abel komt ook. Abel komt ook. Ja, Abel komt gewoon. Echt een lijn, echt een lijnstreek. Laatste kant, oh. Laatste kant. Die met die blonde haar. Het laatste nieuws gezet toen die had ook weer wel. Oh ja, zij. Waarschijnlijk jij neemt nieuws, weet ik ook. Ik ken die van die andere. Ja, ze staat buiten daar. En toen het zeggen, ik ga wel even een stukje lopen. Ik kan dus even zeggen, iedereen daar. Mandy is wel aardig hoor. Ja, ik kom er nog meer. Oh ja, Berlijn. Komt hij? Ja! Natuurlijk komt Berlijn. Ja, dat vind ik echt. Oh, ik ken over Berlijn. Was dat de kans van de afstand? Ja, ik ken Berlijn niet. En ik ga even naar voren.
Niet dat hij het nou wel doet. Ja. Ik had het niet anders verwacht. Nee, ik ook niet. De baan op gaat, eigenlijk de keren dat ik hier geweest ben. De trouwtram, hè. Dan moet je door de week komen, dan moet je vragen wanneer ze gaan trouwen. Oké. Wanneer er een bruidspaar is. Ja, ik heb wel een paar keer de mazzel gehad dat ik toevallig afgehuurd was toen ik hier was. Dus dat hij één slag de baan op ging, maar ja, eigenlijk maar, zonder publiek. Ja, maar hij rijdt ook maar één of twee rondjes, hè, dan. Yeah.
Yeah. Nice. This is the cat! Yes, the cat, yeah.
moet geven zijn de kop van Overijssel. En de volgende halte is halte Entree in en uitgang van het museum. De rechtsvoorval zien we dan de Amsterdamse woningjes. Beste straat. Halte Entree. So this is the entrance. We're going all the way to the back. All the way to the other side. Yeah. All the way to the other side. Yeah. 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 Ja, passeerde zojuist de bierbrouwerij. Hier zien we dan een hopveld. Een hop hebben we nodig om bier te brouwen. Volgende halte. Halte Lint en Tuinen. Weet je? Zwaar je even kwijt, hè? Zwaar je even kwijt? Ja, maar ik zag gewoon in aanhanger. Oh. Ik was onderweg. De volgende halte is halte Erwin, centraal van de Erwin. Daar is onder andere de belastingdrank, voertuig uit Hoogmade. Van deze halte kunt u het voorlopen. Langs de molens. Je kunt ook doorlopen naar Saanseplein van voren. Halte Erwin.
Daarna komen we bij Halte Antwerpen. Nu is Halte Gerven. Ja, je zit er vlak weg. Ja, je kunt hier daar in staan, schat. Ja, je kan er wel. Oh, je komt door, hè? Kijk, ja. We gaan door het laagje, de andere. We hebben rechtop aan de prachtige boerderij uit Gelderland. Rechtop voor uit Overijssel, onder andere Stamhorst. Ga dan, halve afweer. Zo wordt het een soort sneltrein. Dat de plek stopt. Ja. Punt, 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 hè? Zo gaan we lekker blijven zitten. Ja, en het voelt ook als die paardenstof. Ja, dat is nee, luister. Ik kan niet zo lang blijven. We maken een rondje, dus we gaan wel even naar de water. Nee, hoe is het? Nee, hoe is het? Nee, hoe is Is goed. Okay.
Oh, no, I don't know.
juweel aan een museum te verkopen. 1945. Het jaar waarin zichtbaar wordt hoe groot de puinhoop is die de bezetters hebben achtergelaten. Er is veel vernield. Om Nederland weer op stoom te krijgen, moeten de handen uit de mouwen. De haven van Rotterdam moet worden klaargemaakt voor de hulpgoederen die Amerika stuurt. Rotterdam werkt weer. De herstelwerkzaamheden worden met energie ter hand genomen. En reeds 6 weken na de bevrijding wordt het begin gemaakt met het herstel der kaden en pakhuizen. Het eerste schip uit Zweden komt de haven binnen met een lading noodwoningen en het zo onontbeerlijke voedsel. De geleide loonpolitiek zorgt ervoor dat de lonen niet snel stijgen en er heerst een enorme woningnood. Wel komt er de AOW onder minister-president Drees. We worden een verzorgingsstaat. De levensavond van zo menige oude arbeider heeft wat meer glans gekregen door de verhoogde ouderdomsuitkering. In 1953 krijgen we een stevige tegenslag. De watersnood. De schade is enorm. Een tweede ramp sloeg het land. En ook deze ramp kwamen we te boven. Met het vaste voornemen dat zoiets zich niet mocht herhalen. Langzaam komt de vooruitgang Nederland binnen. De welvaart stijgt en men gaat op vakantie. In de eigen auto. Soms niet verder dan de berm langs de weg. Van de Amerikaanse noodhulp komen er nieuwe huizen en krabbelt de industrie weer op. De KLM gaat weer vliegen. We pakken een terrasje en gaan winkelen op de lijnbaan op zoek naar de internationale look. Terwijl burgerlijk Nederland geniet van al die luxe, begint de jeugd zich af te zetten. Wij verstaan dus aan de vrijheid dat we dus zelf kunnen doen en laten wat we dus zelf willen. En dat we ons dus niet aan regels moeten houden die gesteld zijn door een of andere bejaarde mensen of zoiets, of die er totaal niks van af weten wat wij nou eigenlijk feitelijk willen. De nozems zijn een heel nieuw verschijnsel. Maar als ze te brutaal worden, krijgen ze met de wapenstok. Spanjaarden en Italianen worden gevolgd door Turken en Marokkanen. Velen worden actief geworven in hun eigen land. De wijze waarop de selectie in Oujda en andere Marokkaanse steden plaatsvindt, lijkt hard. Ze is het ook. Allen die in een enkel ogenblik hun hoop in rook zien opgaan omdat ze niet aan de eisen voldoen, blijven deel uitmaken van het trieste leger werklozen met een troosteloos en uitzichtloos bestaan. Maar 70 mensen zijn hier. Door heel West-Europa. De Hanze, een internationaal handelsverbond van steden. En waar de handel is, groeien steden. Maar Holland en Vlaanderen nemen de handel van de Hanze steden over. De steden krimpen en groeien mee. De VOC. 2 eeuwen grootscheepse handel met Azië. En de BIC. Handel met Afrika en Amerika.
winstgevende handel, maar ook onderwerp slavernij. Handel over zee en in Europa zorgen voor 2 eeuwen welvaart in de wereld. Tijd voor betere wegen en beter vervoer. Zoals de trekvaart, het eerste openbaar vervoer. En meer wegen worden verhard. Nieuwe ontwikkelingen tenderen meer. De trekvaart legt het af tegen trein en koets. Nieuwe kanalen verbinden steden en rivieren. De binnenvaart groeit. Reizen gaat sneller dankzij 2000 kilometer spoor. En goedkope tramlijnen ontsluiten het platteland. Elektriciteit en benzinemotoren veranderen het vervoer. We gaan vliegen. Rotterdam wordt een wereldhaven. Auto's en bussen verdringen de tram van het platteland. Snelwegen worden een Europees netwerk. De luchtvaart groeit. En de container verandert het vrachtvervoer over zee en over land. Onder de grond verbindt een netwerk van buizen en leidingen alles met alles. Dit is Nederland. Nederland, met zijn herkenbare vorm. 500 jaar geleden bestond dit Nederland nog niet. En 2000 jaar geleden was er hier zelfs geen grens te bekennen. De eerste grens liep dwars door dit gebied. De grens van het Romeinse Rijk. Zeker 300 jaar lang. Dan wordt het land opnieuw verdeeld. Vanaf 700 groeit het Frankische Rijk. Dat wordt machtig onder Karel de Grote. Karel geeft het rijk door aan zijn zoon Lodewijk de Vroom, die het verdeelt onder zijn zoon. Die blijven het alleen niet eens met het verdelen. De Vikingen maken er handig gebruik van. Kort daarna is Europa opnieuw verdeeld. Het gebied dat tegenwoordig Nederland is, behoort vanaf dat moment bijna 700 jaar tot het Duitse Rijk. Een lappendeken van zelfstandige graafschappen en bisdommen. Er is één onderbreking. Een eeuw lang zijn de hertogen van Bourgondië in de plaats. Als Karel de Vijfde daarna keizer wordt, vergroot hij deze familiebezittingen tot het gebied dat nu Luxemburg, België en Nederland bestrijkt. Wanneer zijn zoon Philips II hem opvolgt, laat die vanuit Spanje een strengere financiële en religieuze wind waaien. Dat valt niet goed in de Nederlanden. Ze komen in opstand. Ondanks verwoede pogingen van de Spaanse troepen scheurden de Nederlanden in twee. De noordelijke provincie richtte de eerste Europese republiek op. Pas in 1648 erkent Spanje zijn nederlaag en wordt Nederland een zelfstandige staat. Met bijna de grenzen van nu. Tot Frankrijk de baas wordt en Nederland opdeelt in Franse provincies.
maar in 1813 wordt Nederland alweer een zelfstandig koninkrijk. Dat snel uitgroeit tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het land waar Napoleon wordt verslagen. Vijftien jaar later leidt onvrede in het achtergestelde zuiden tot revolutie. België verklaart zich onafhankelijk. Als Nederland dat eindelijk erkent, worden de huidige grenzen vastgelegd. 100 jaar later wordt Nederland nog eenmaal bezet. Thank you.
automatisch voor Frankrijk de verplichting ontstaan van militaire bijstand. Wat denk je? Komt de oorlog? Ik heb ook al meer vluchtelingen gezien. Volgens mij waren dat Joden. Ja, die mogen er volgens mij niet meer in. Wacht, ik heb dat ergens gelezen. Wacht eens. Ja, hier. De regering Colijn staat de verdere komst van Duitse Joden in principe niet meer toe. Elke vluchteling wordt als ongewenst vreemdeling beschouwd, tenzij er bewijs is van levensgevaar. Waar moeten die arme mensen dan naartoe? En die kinderen? Ze kunnen die kinderen toch wel toelaten? Van leven. Het is geen soep, dit is alleen maar warm water. Er is niks meer. In de hele stad niet. Denk je dat ik geen honger heb? Ik hoorde dat mensen bloembollen beginnen te eten. Wat heb je aan die gonna als je er toch niets voor kunt kopen? Ik denk dat ik maar de fiets pak en de stad uit. Misschien dat daar wat te krijgen is.
Ik wil dat we nou even een ander station gaan. Thank you.
Waar het licht op de heuvel af. 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 Waar het licht op de heuvel af.
Here, thank you.